Nou, het is allemaal wel een theater geweest, zo met Kai en Donk, maar wel heel erg gezellig. Nou, het theater is weer afgebroken. Huub is er nog eventjes uitgeleide aan het doen. Ja, de meeste prinsen die komen natuurlijk hier naar onze studio toe. Maar ja, zo af en toe hebben we wel eens, dan komt dat niet uit in hun programma. En dat is onder andere het geval met Rijsbergen, met Apeland. Want die wilden eigenlijk al heel erg vroeg hier naartoe komen. Ja, zo vroeg dat wij ook nog lagen te slapen. Dus we hebben Kees Hozemans nu naar Apeland gestuurd. En die staat volgens mij in de Koutershof met de prins van Rijsbergen. Dus we gaan eens eventjes kijken of dat we contact kunnen krijgen met het Apeland. We gaan overschakelen naar Kees Hozemans. Ja. Goedemorgen, Ad. Ik sta hier in de Koutershof en naast mij staat de hoogheid van Apeland. En dat is prins? Dominicus, de eerste. De eerste. En waar komt de naam vandaan? Dat is een van mijn katholieke doopnamen. Maar daar zullen we het nou maar niet over hebben. Nee. Hoogheid, het is een hele eer om naast u te mogen staan. Het gaat erg goed in Apeland. Kunnen we daar iets over vertellen? Het gaat bijzonder goed in het Apeland. Ja, we hebben vanmiddag een geweldige optocht voor de boeg. We hebben al even zitten kijken naar de opbouw van de wagens tussendoor. Gisteren een kinderoptocht gehad en het gaat boven verwachting goed. Voor de carnaval hebben we altijd onze bonte avonden, 10 voorstellingen. Ja, veel? 10. Zo, dat noem ik nou eens waar. 10 volle zalen, ja. En hoeveel kunnen erin? Ja, tussen de 230 en 240 man. Mooi. Dus dat is altijd wel een happening. Ja. Dus die liggen achter ons. En dan gaan we vol de carnaval in. Ja, en de optocht, is dat een grote? Dat is een redelijk grote optocht. Voor het Apeland is dat een redelijk grote optocht. Ja, we hebben 8 grote wagens. En we hebben dus ook wat grote groepen, kleine groepen. En wat individuen. Dus dat is voor zo'n dorpje vind ik dat. En de kwaliteit is bijzonder goed. Dus, en hoe komt het dat je daar zo weinig mee op televisie komen? Dat moet je niet aan mij vragen, toch, Kees? Hebben jullie geen correspondent? Ja, wij hebben wel een correspondent, maar niet van Baronie TV, denk ik. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik zie jullie eigenlijk hier nooit. Dat zou toch wel eens goed zijn, hè? Ik ben blij dat je bent. Dus, En je hebt nou minder concurrentie van Effen, want daar is geen optocht meer, hè? Oh, daar heb ik nog niks van meegekregen. Nee, dat heb ik wel gehoord. Oh, is dat zo, ja? Ja. Kijk, dat liggen we net iets buiten het Apeland, hè? Alhoewel, vanuit Effen doen we natuurlijk wel een aantal mee hier in het in ons eigen Apeland. Dus daar zijn we wel hartstikke blij mee. Heel mooi. Wie zijn uw pages of hofdames? Ja, bij ons zijn het hofdames, maar misschien kunnen ze dat zelf even... Dat kan ik even vragen. Ja, ja. Wie ben jij? Ik ben Maaike Matthijssen. Eentje van Matthijssen, ben jij er een van Matthijssen? Ik ben er een van Matthijssen. Van de Matthijssen hier uit Rijsbergen? Nou, eigenlijk is het van mijn vader en die komt uit Etten. Dus, mooi zo. En hoe komt het dat jij hofdame bent geworden? Is het het eerste jaar of zo? Nee, het is nu al het derde jaar. En mijn ouders zijn in ieder geval goed bevriend met de prins. En ik kom uit een carnavalsnest, dus eigenlijk vandaar... Ja. Dat is heel goed. Ja. En wie ben jij? Ja, ik ben geen hofdame. Nee, denk het zo te zien, denk ik niet, hè? Nee. Ik ben een nager, dat je het weet. Maar ik ben Paul van Riel. En de van Riel, niet van Harry. Want ze vragen altijd van Harry van Riel. Dat ik heb nog nooit van Riel gehoord. Nee, dat scheelt al meer uitleg. Normaal gesproken moet ik dat altijd uitleggen. Maar En wat doe jij dan als jij leutig wil doen? Ja, niet zo serieus praten als nou in ieder geval. Maar op tafel springen en gek doen. En vooral met de kindjes veel aan de show en zo. Dus, En ben je een leukenaar? Ja, dan moet de rest maar. Ah, maar daar weet je ze al. Ja, hoogheid. Ik ben hartstikke blij mee. Het is een hartstikke leuke nacht. Dus het doet hartstikke goed. Hoeveelste jaar zit u als prins hier? Dit is mijn derde jaar. Is dat tevens het laatste? Dat weet ik niet. Oh, dat is hier niet gebonden aan... Wij mogen 3 tot 5 jaar als prins hier de scepter zwaaien. Oh, dan lijkt het me dat het goed bevalt. Anders had hij nou niet gestaan natuurlijk. Hè? Nee, dat klopt. Ik ga eventjes hier kijken. Nog een tweede hofdame. Ja. Wie ben jij? Ik ben Debbie Hermes. Ja? Ja? En wat kun jij over je eigen vertellen? Ja, wat kan ik over mijn eigen vertellen? Dat ik ook al, net als de rest, 3 jaar al hofdame ben. En dat ik al van jongs af aan ook al met carnaval bezig ben. Dus in die zin ook al, het zit gewoon in mijn bloed, om het zo maar te zeggen. Heel goed. En hebben we hier nog een plissie? Kom er eens een beetje bij staan. Een echte plissie, hè? Nou, niet de echte, denk ik. Nou, je hebt een pruisje zelmpje naar de gij op. Nou, dank je. Ja, niet dank je, dat het op. Nou, dank je.
Hoe lang doe jij het? Dit is mijn tweede jaar als politie. En luisteren ze goed? Ja, ze luisteren heel goed. Dat gaat allemaal heel goed hier. Jij bent volgens mij wel een strenge. Ja, maar wel rechtvaardig. Dus heb jij ook een fluitje om... Ik heb een fluitje, maar ik heb hem nou niet bij, want anders zo'n herrie in één keer. Ja, dat is waar. En wat ga jij vandaag in de optocht doen? In de optocht? Ik sta gezellig bij het D-team op de wagen. En ik probeer vrolijk mee te doen. Het D-team, dan begrijp ik dat dat dit team is, hè? Ja, dat klopt. Ja, nou heb ik ze allemaal gehad. En we gaan nog meer doen. Hoe ga je het als een optocht voorbij is? Dan gaan we vanavond naar de prijsuitreiking natuurlijk. Altijd een heel spannend moment. Een volle zaal bij de Harmoniezaal. En dan is voor de wagenbouwers het moment suprême daar. Dus dan gaan we van 8 tot en met 1. En dat is altijd wel een speciaal iets. En dan nog dinsdag? Nou, maandag hebben we nog. We hebben een klunmiddag. Ook het nog. Maandag ook nog. Ja, dat is bij ons hier in het Apeland. Gewoon, ja. Dus dan hebben we die zit er tussen. Die zit er gewoon tussen. Ja, ik weet niet. Is dat de... Ja, dat is overal toch, volgens mij. Ja, zo. Niet alleen in Rijsbergen. Nee, hoor. Nou gelukkig. Maar in ieder geval, dan hebben we een klunmiddag. En dan s'avonds gaan we de buurtschappen nog af. Dus ton praten. En dan gaan we naar diverse buurtschappen. Lekker feestje bouwen. En hoe sluit u het carnaval af? Dat doen wij op het Linnekesplein. Dus dan, moet ik even goed zeggen, op zaterdag dan laten we de naap vrij. En, dan zet... Een echte? Bijna een echte, ja. Je moet maar eens komen kijken volgend jaar, hè, op zaterdag. Jij kunt nou ook kijken, hij staat op het Linnekesplein klaar. Dus, maar nou staat zijn deur open, dus we moeten wel voorzichtig zijn. Oh, en op dinsdag sluiten we die weer. Is het net zo'n boekito? Het is, je moet hem niet aankijken, nee, als je dat moet doen. Ja, dus en wat doet er dan met die naap? Wat doet hij dan? Die staat er gewoon op zijn gemak en met de deur open tijdens de carnaval. En als het carnaval gesloten wordt, dan maakt het motto bekend voor 2016. En dan gaat de kooi weer dicht. En dan is het carnaval weer ten einde. Zo rond een uur of 11 in de avond. En ben je dan blij dat er weer op zit? Dan is het altijd jammer dat er weer op zit. Maar ja, het is, dan ben je wel moe, maar voldaan. En dan gaan we nog heel even een feestje bouwen daarna, met z'n allen. Heel goed. Ik heb begrepen van Atta jullie ook iets mee moeten brengen naar de studio, maar jij komt er niet. Wat moet ik meenemen voor Ad? Ja, wij hebben met ons hij team... denkt altijd wat te krijgen, hè? Hij krijgt ook wat. Wij hebben met ons team weken zitten bouwen en wij hebben dan deze. En ik denk dat je wel kunt zien wat het is. Dat is een kale kip op een stokje. Oh, sorry, wat? Ja, een kale kip op een stokje. En wij hebben deze dagen toch geen tijd om met de kippen op stok te gaan, dus dan geef ik hem maar mee naar Breda. Een beetje kaal geneuk, ja, maar eigenlijk kan ik dat zo zien. Als ik het zo zou zien. Ik zal het meenemen en ik zal hem de groeten doen. Ad geeft de groeten hier uit Rijsbergen. Ik hoop dat je er een beetje wijzer van bent geworden. Terug naar jou. Ja, nou, dankjewel. Nou, we hebben in ieder geval de vogel gezien. En die zal zo dadelijk hier nog wel naartoe komen. Die zal Kees zo dadelijk hier wel... Gewoon, ja, ik neem aan dat Kees zo dadelijk die vogel nog wel eventjes hier af komt geven. Maar hij is dus nou uit vanuit Rijsbergen, ja, zal hij zo dadelijk wel onderweg hier naartoe komen naar de studio. Oké, dan wachten we. Zullen we even dat liedje laten zien? Zo snel gaat het ook weer niet. Zo snel gaat het nou ook weer niet. Zullen we even dat liedje van Rijsbergen laten zien? Van Daaps. Daaps, dat is liedje nummer 17 uit de Barneval. Als liedverkiezing. Blijven we nog even in Rijsbergen dus met Dobbs. We gaan genieten. Mag ik alles weten om nooit meer te vergeten. Niks meer te verbloemen hebben wij. Mijn auto heeft geen APK. Dat is lekker. En staat op naam van OSPA. Ik geef nooit van weg in het café. En drink mee iedereen mee. Dat weet ik. Mijn code is 5830. Dat zal wel. Geloof het is geen flauwekul. Dat zal wel. Ik heb geen geheimen voor jou. Want schat, hoe bewijs ik dat nou? Niks te sluit maar aan in deze rij. Ik ben zo blij, ik voel me rijk. Ach, in jouw mooie ogen kijk. Niks te verbloemen in mijn rij. Dus blijf vanavond maar bij mij. Hij springt eens lekker uit de baan. Hierin als prachtig appelaan. Mijn dagboek ligt open voor jou. Los kijken. Omdat ik jou grensloos vertrouw. Mocht blijken. Ik zit al een jaar aan
de drank. Gasballen. En heb geen cent op de bank. Niks betalen. Mijn haar dat is eigenlijk blond. Tabietje. En heb een pust op mijn kont. Visietje. Mijn tanden zijn groen, geel van kleur. Trekspapen. We tellen dan iedereen de. Ik ben zo blij, ik voel me rijk. Als in jouw mooie ogen kijk. Mister, vervul me en me rijk. Dus blijf vanavond maar bij mij. En spring eens lekker uit de baan. Hier in ons prachtig Ameland. We stoppen mee daar liegen. Mee liegen en bedriegen. Niks meer te verbloemen hebben wij. Niks te verbloemen hebben wij. Dus sluit maar aan in deze rij. Ik ben zo blij, ik voel me rijk. Als in jouw mooie ogen kijk. Niks te verbloemen hebben wij. Dus blijf vanavond maar bij mij. En spring eens lekker uit de baan. Leuk, hè? Leuk. En Dabs. Ja. Ik moet zeggen, ja, ik herkende veel mensen. Ja, ik herken die mensen allemaal een beetje. De hele familie van der List zat erin, volgens mij. En vond ik leuk dat ik ze wel hier zag. Mooi, hè? Pret Ben Dabs. Ja, leuk dat ze En dan zou willen stemmen op dit liedje, hè? Hoe kan dat dan? Nou, dat is heel simpel. Oh, oké. Okay. Nou, witte ga je er niet. Nou, ik zal het even uitleggen. Ik weet het niet, vertel. Dames en heren, als u nu zegt, ik vind Dabs het leukste liedje, dan moet je stemmen op nummer 17. Maar alle andere liedjes kun je ook opstemmen. En dan moet je bellen naar 076-711-03-64. Ben ik nou duidelijk? Ja, 711-03-64, hè? Ja, 711-03-64. Kun je bellen en dan kun je stemmen. Toets indrukken en nummerke. Dat lijstje van al die nummerkes, waar kunnen ze zien? Ja, kunnen ze op de website van Baronie TV. Kun je op de website www.baronietv.nl. Ja. Je kan ook sms'en naar 36... 69. Dus 36, 69. Waarom mij nou? Ja, ja. Maar wat moet dat nou in het Frans zeggen? Ja, je ne sais pas, monsieur. Of wil ik zeker weer lollig zijn? Ja, of zo. Ik wil weer leuk zijn. SMS naar 3669. SMS'en en dan het nummer van het liedje. En dan staat op de website. Ja. Kunnen stemmen van Dabs of alle andere liedjes kunnen stemmen. Maar kan maar op één liedje stemmen. Ja, dat is waar. Ja, kun maar op één liedje stemmen natuurlijk. Kan maar één de beste natuurlijk. En het kan ook allemaal via de website van Baronie kun TV. Je ook, als mensen vals willen spelen, kun je ongelimiteerd stemmen? Nou, eigenlijk wel. Maar ja, dus ik had eigenlijk niet moeten zeggen. Nee, eigenlijk moet je die niet zeggen. Oh, dan maakt niet uit. Kijk, dan weten ze het toch allemaal wel. Hoor. Dus, oké, maakt niet uit. Het kan ook allemaal ook via de website van Baronie TV. Dan kun je ook stemmen. Dus Huub zei het net al, www.baronietv.nl. En foto's en filmpjes kun je ook via die site doorsturen. Ja. Dan hebben we straks nog aan het eind, Gemmelt om 1:30 weg, maar straks aan het eind van het programma, dan hebben we nog de Facebook-clip. Ja. En dan kunnen de kijkers kiezen uit een nummer. Ja. En dat is van de Lawine Boys. Ja. En ze kunnen kiezen tussen liedje A, dat is Joost. Joost en is anders, gaaf, hè, dat nummer. Ja, Joost. Ja. En B van Ik wil seks met die kale. Ja? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, die ken ik wel natuurlijk. Ja, nou dus één van die twee, dus waar de meeste stemmen voor binnenkomen, nou, die gaan we straks aan het eind laten zien. Dus dat kan allemaal via Facebook. Dus of Joost, of Ik wil seks met die kale van de Lawine Boys. Zou ik stemmen op B? Ja, ik zou ook zeggen B. Ja. Ik weet niet of iemand dat interesseert. Nee. Maar goed, ik zou ook zeggen B. Doe het op B. Maar goed, we mogen er niks van zeggen. Wie zijn wij? Want wij hebben er geen verstand van. Nee, dan gaan we nou nog eens even proberen om over te schakelen naar Prinsenbeek, naar Boer.
Hoemeldonk. Ja. Ja. Want daar hebben ze straks de optocht. Nou, die prins die had ook heel veel moeite om hier naartoe te komen. Dus okay. Wij dachten, dan gaan wij naar de prins. Is die moeilijk ter been? Of? Nou, nee, hij is niet moeilijk ter been. Maar die optocht die gaat zo dadelijk al beginnen. Organisatorisch. Dus, zodoende. Okay, ja. Organisatorisch was allemaal heel moeilijk. Ja. Dus Chris Roelands die is nu in Hoemeldonk. En we gaan proberen over te schakelen naar Hoemeldonk. Naar Chris. Chris, ben je daar? Ja. Schrijven over Veldtop. We gaan even kijken. Het is wel heel bijzonder dit, hoor. Doe niet al een dag. Is er nog wel plek? Jawel. Oh, dan kom ik hier tegen. Zonder rij in de huiskamer. Thuis is een ziek familie. Zonder rij in de huiskamer hier zo, ja. Het is een heel gedoe om in en uit die slee te komen nog. Zo, echt waar. Hier het gevolg. Ja, het prins met zijn gevolg. Nee, niet met zijn gevolg. Jij bent hier dan met uw gezin is het niet? Ja, klopt ja. Met mijn vrouw en de drie kindjes. Vrouw en drie kinderen? Vrouw en drie kindjes, ja. Hoe vonden die dat jij dus... de muziek er dan aan. Hoe vonden dat jij de Prins Carnaval werd? Ja, super. Ja? Ja, we hebben gewoon carnavalsgezin. Al jaren fanatiek bouwer in de grote optocht geweest. En nu de laatste vijf jaar voor de kinderoptocht. En ik vind het prachtig natuurlijk. Ze hebben een mooie leeftijd dat ze allemaal snappen hoe het werkt hier. Ja. En op school krijg je ook het scholenproject Alaaf. Dus dan word je hier echt met de papklepel ingegeven. Dat is gewoon super. En wat zijn we nou aan het doen? Nou, we gaan nu eigenlijk de wagens gaan nu aanrijden naar het dorp. Ja. Dus die staan hier, eigenlijk is van het jaar voor het eerst, tenminste voor het eerst, alle clubs op de beek staan. Ja. Hier op de Lint en op Overveld. Hebben ze gisteren en eergisteren alles in elkaar gezet. Dus zometeen gaan ze allemaal naar het dorp om opstellen in de Groenstraat, de A-wagens en de B-wagens in de Vianendreef. En dan 12 uur, dan gaat, of nee, half twee, sorry, gaat de optocht beginnen. Ja. Dus ik... Dus gewoon kijken wat er staat te springen, hè? Ja, helemaal goed, helemaal goed. Het programma voor vandaag, de optocht en wat nog meer? De optocht, nou ja, de optocht gaat starten om klokslag 1:30. Ja. Vanaf 1 uur is de prins lanceren op de markt, zal ik maar zeggen. Dus dan word ik gepresenteerd of... Gelanceerd? Op een ludieke manier, ik weet niet hoe, dus dat is een verrassing. Weet je dat zelf niet? Nee, mijn club organiseert daar de beatjes, dus voor mij is het een verrassing wat gaat gebeuren. Ik heb ze al opdracht gegeven dat ik niet van hoogte zou, dus... Daarom, dat moet ik net niet doen. En als de optocht van start gaat om 1:30, ja, nagelang dat het gaat, dan sluiten wij als, met de prinsenwagen als laatste aan. Dan doen we het rondje. Ja. Dan is natuurlijk alle wagens op de markt komen voor de wagenshow. Dat is een soort van afterparty, de ontlading voor alle clubs die mee hebben gedaan. Een explosie, een mooi feest daar zo. En dan gaan wij inmiddels richting de Drie Linden. Want dan gaat vanavond dus de prijsreiking beginnen. En dan met uiteindelijk de A-categorie, waar de cup met de grote oren weer naar een nieuwe winnaar gaat van het jaar. De wisselcup, hè? De wisselcup, hè? Ja, dat is een wisselcup. En er zijn helaas maar 10 A-wagens, er waren er 11, maar verderop in de straat staan een wagen. En die jongens vinden het niet verantwoord. Is gisteren al een kop afgebroken. Oh, dat is zonde. En die hebben nu zelf de beslissing genomen, en dat vind ik wel heel erg klasse van ze, dat ze zeggen... We rijden wel mee met een trekkerombouw en een titelbord, maar wij durven niet het risico te nemen dat het tijdens de optocht iets gebeurt. Dus dat was wel heel zuur, je hebt er maanden aan gebouwd. Ja. Maar wel klasse dat ze zelf het initiatief nemen en de beslissing nemen van ja, we gaan de gok niet nemen en het risico opzoeken. Dus ja, dat is eigenlijk voor vandaag verder het programma. Na de prijsuitreiking is natuurlijk, dan zal de winnaar naar zijn thuiscafé gaan. Oh, dat is dan verder, hè? En dan speelt de bubsen mee. Ja. En voor ons is het programma rond 12 uur afgelopen voor... Ja. En morgen nog? Ja, morgen is een heel drukke dag. Heel veel bezoeken. We hebben morgen een bejaardenmiddag. We hebben onthulling van het Boemelplein. Op de markt, de tegels die daar liggen, worden morgen weer 3 nieuwe tegels onthuld. Ook mijn tegel, die daar die erin gelegd is. Dan hebben we nog wat bezoeken aan jubileumclubs die zoveel jaar bestaan. We gaan morgen naar deze club, morgenmiddag. Die hebben voorheen altijd bij Texas gebouwd, de Black Eagles. En nu van het jaar voor het eerst niet, maar wij gaan er wel morgen mee naartoe. Dat is traditie, op maandagmiddag.
En dan nog diverse bezoeken, maar het programma exact kan ik zo niet. Nee, maar dat hoeft ook niet. Je hebt druk genoeg. Ja. En als ze naar Boemerton komen morgen, en er is altijd wel wat te doen. Zeer zeker, zeer zeker, zeer zeker. En hebben we dinsdag nog eens een beetje een aftijdag of vol? Nee, voor ons is eigenlijk dinsdag voor de bakmedewerkers eigenlijk de hele dag vrij af. Dat kun je eigenlijk vrij invullen. Ja. En dan vanaf 6:30 moet het present zijn, want dan gaat natuurlijk de lampionoptocht en het vuurwerk van start. En dan het aansluiten van de pomp op de markt. En dan helaas gaan we dan naar Drie Linden, want dan is het afscheid nemen van mij en de rest van het gevolg. Maar daar ga ik nou niet aan denken, ik wil even nog een paar dagen van genieten. Eén ding wat ik wil weten is, die wagens staan op de Grote Markt, hè? Wat, van tot? Sorry? Die wagens staan op de Grote Markt, hè? Van welke tijd tot welke tijd? Maar die blijven staan tot dinsdagmorgen. Okay. En dan 11:11 dan gaan ze vertrekken. Dat is weer een optocht op zich, dus ook voor de mensen die dan nog vandaag niet zouden kunnen komen, kun je altijd nog daar aansluiten. Dat is prachtig om te zien. Ja. Okay. Ik wens jou heel veel leuk natuurlijk en een goede carnaval. Dat zal wel lukken. Dat zal lukken. Oké, okay. En tot volgend jaar misschien, maar dan in een andere... Dan in een andere rol, ja. Nu nog in Gilles. Goed. Houdewee. Hey, groetjes, houdoe. We gaan nou weer terug waar we vandaan komen. Dankjewel Chris. En we zagen nog in beeld eventjes die wagen, want ze hebben een hele bijzondere wagen in Boemeldonk over André van Duin. André van Duin heeft dat zelf allemaal ingesproken. Oh ja, dat heb ik gelezen. Ja, dus daar hebben we ook nog eventjes beeld van gezien. Nou, we zagen wel prachtig weer natuurlijk. Hè? Ja, heerlijk. Een mooie blauwe lucht. Dus dan komen die kleuren komen juist heel erg mooi uit daar. Ja, dat is super gaaf. Ja, we hebben geluk eigenlijk. Ja, we hebben heel erg geluk. Nou, straks tussen 2 en 5, dan is heel die optocht van Boemeldonk hier te zien bij Baronie TV. Ze hebben ook een carnavals... Liedje nummer 17, 18? Geloof ik. 18, oké. Okay. 18, alles voor elkaar. Ja, alles voor elkaar. Oké, okay, ik heb het meer dan ik. Ik heb een pakket voorbereid. Je hebt voorbereid. Ik ben al 4 weken in. Oh, jij bent al 4 weken bezig. Oh, ja. Ja, natuurlijk. Ja, jij stuurt mij een drive. Oh ja, dat is waar. Ik ben het allemaal alweer vergeten. Ik had alweer gedelete. Oh, oké. Okay. Nou ja, voor mij, ik vind het een leuk liedje, Marietje. Nou goed, Marietje. Liedje 18, uit de Maandenvals niet verkiezen. Face.
het gedaan. Lampen die zijn aan, ik praat nog wat op straat. Veel weet hoe dat gaat. We bakken nog een ei, er roept er een naar mij. Het is al over twee, maar toch ga ik mee. Ik ga nu langer niet naar huis. Hier op dit feest voel ik me thuis. Vrolijke mensen om me heen. Ik wil voor altijd blijven. Hey! Hey! Ik ga nu langer niet naar huis. Hier op dit feest voel ik me thuis. Drank in mijn hand, confetti in mijn haar. Mee carnaval. Eerlijk is eerlijk. Ja. Liedje 18 was dat uit die Barnevalsliedverkiezing. Zeg, ik hoor al een, ik ruik al een beetje eten momenteel. Ik ook. De oude nol is opgestaan uit de dooien, lijkt het wel. Want kijk, heb zelf een microfoontje. Jij kan ook weer praten. Hoe is het met de oude nol? Ja, gauw weer, hè? Ga weer een beetje. Ja, het gauw weer, ja. Wat was er aan de hand dan? Ja, het is een paar jaar een beetje minder geweest. Ja, we hebben een paar jaar, niet komen. Minder, druk allemaal. We hadden druk. Want ik heb hier natuurlijk wel een beetje reclame hebben kunnen maken voor mezelf, hè? Natuurlijk, jij hebt druk gekregen doordat je hier bij Baronie TV was. Overal mok ik naartoe. Dus het werkt eigenlijk dus averechts, want als je hier dus uitnodigt, dan komt daarna komt hij weer een paar jaar niet. Volgens mij, het aantal sterrenrestaurants is ook toegenomen in Nederland, volgens mij. Dat komt door de nauwe nul, volgens mij. Ik moet overal moeten komen, overal. Ja. En nou ben je in ieder geval vandaag bij Baronie TV. Wat ga jij voor ons maken? Ik ga je duvelsoep maken. Wie? Duvelsoep. Ja, daar verstaan we toch wel. Duvelsoep. Ja, maar ja. Daar zullen we straks wel ruiken. Oh. Want, ja jongen, ik zal je vertellen, daar zijn huisartsen, die schrijven deze soep voor. Oké, want? Hede, pijn aan de hol. Pak dan duvelse soep van een oude nul. Ja, en dat loopt goed hoor. Dat gaan we allemaal horen. Nou, wij zijn benieuwd naar die duvelsoep van de oude nul. Ja, dat duurt nog wel even. Nou, gelukkig hebben we de tijd daarvoor. Wij gaan dus dadelijk Kaan binnenroepen. Ja, oké. Na de boodschappen. We moeten nog even boodschappen doen voor de oude nul. Die heeft niet alles in huis. Ik dacht om hem te kunnen betalen. Ook kunnen betalen, maar hij moet ook nog een beetje boodschappen hebben daarvoor. Oké, dat gaan we doen. Start er maar in, jongens.